Klomp Groepsvervoer uit Ede zit in financieel zwaar weer. Het bedrijf met zo'n 800 medewerkers heeft het loon de afgelopen maand niet over kunnen maken. Meerdere werknemers zitten op hun geld te wachten. Klopt, ik mis gewoon mijn overuren, krijg ik niet betaald. En wat ik nu heb gekregen is gewoon een gedeelte van mijn vakantiegeld. En per 1 juni zou dan de rest nog gestort worden en dat is nog niet gestort. Ik maak me erg zorgen. Ik doe het 11 jaar. Ik doe het werk met plezier en met liefde voor de kinderen. En ja, ik zou het ontzettend missen als het zover zou zijn. Alsjeblieft, jongeman. Tot morgen. De leerlingen, de ouders, ja, alles eigenlijk heeft ermee te maken gewoon. Want ja, waar zijn we gewoon nu mee bezig? Ze zitten in zwaar weer momenteel. Ja, er is echt te weinig geld. Er is momenteel te weinig geld, ja. Ze hebben nu wel een nieuwe investeerder, zeggen ze. Maar of dat inderdaad ook zo is, dat is nog maar afvragen. Want wij horen voor de rest helemaal niets. Ja, we praten nog even verder over de problemen bij Klomp met Annemieke Schakelaar. Die is op de redactie. Annemieke, hoe groot zijn de problemen precies? We hebben de directeur van Klomp gesproken. En ja, die problemen zijn inderdaad heel erg groot. Op zich zijn er klanten genoeg, maar door de marktwerking staan de prijzen enorm onder druk. Taxivervoerders moeten het gewoon voor steeds minder doen om nog een aanbesteding te winnen. En dat betekent voor het personeel van Klomp dat bijvoorbeeld in de maand mei geen salaris is uitbetaald. De directie denkt dat de komende maanden wel te kunnen doen, omdat er mogelijk een nieuwe investeerder is. Ja, Annemiek, is Klomp eigenlijk de enige vervoerder in die sector die het moeilijk heeft? Nee, de hele sector heeft het zwaar. Vakbond FNV zegt ook dat de salarissen in de taxibranche erg laag zijn en dat de concurrentie moordend is. En dat zou bedrijven wel eens de kop kunnen kosten. Nou, de vakbonden willen ook graag met Klomp in gesprek, bijvoorbeeld over wie die nieuwe investeerder is. En Klomp laat zelf weten het personeel meer te gaan informeren in informatiebijeenkomsten. Goed, Annemieke Schakelaar, dankjewel.